Op de Nederlandse Antillen is onlangs de Koninklijke Nederlandse Drugsmaatschappij geopend. In deze hypermoderne drugsfabriek worden op grote schaal volgens de allerlaatste methodes verschillende soorten drugs bereid. Zoals biologische cocaïne, per dag tot wel 15.000 kilo. En wat dacht u van deze glutenvrije heroïne? Dat is wel zo verstandig. En nieuw uit Amerika, de zogenaamde scharrelcrack. Ook worden er hier dagelijks zo'n 150.000 ecstasypillen geproduceerd. Allemaal barstensvol vitamine C. Gezond hoor. Hierna worden de drugs verder verwerkt, gewogen en getest, om te kijken of zij aan de juiste kwaliteitsnormen voldoen. Aan de hand van een speciaal uitgekozen testpanel wordt gekeken of de drugs geschikt is voor tijdens het fietsen. Of zij opwekkend is, of juist slaapverwekkend. En of de drugs zorgt voor het juiste ritmegevoel. Helaas komen niet meteen alle drugs positief door de test. Sommigen zorgen voor een zogenaamde bad trip. Daarna is de drugs klaar voor transport naar Nederland. Dat gebeurt in kleine hoeveelheden en op een wel heel bijzondere manier. Na een lange tocht door het maag-darmkanaal belandt de drugs uiteindelijk in Nederland via de anus. Waarna ze met spoed naar de plaats van bestemming wordt gebracht. Volendam. In dit voormalig vissersdorp heerst al jaren een groot drugstekort. Vandaar dat men nu begonnen is met een speciaal gemeenteprogramma. Zo, we gaan wel lekker high worden te denken. Ja, zeker! En zo blijft Volendam tevreden dankzij het goede werk van de Koninklijke Nederlandse Drugsmaatschappij.